Alle rapporten die iets te maken hebben met de spraakmakende zaak, waarbij het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer in opspraak is gekomen, zijn opgevraagd door president Chandrika Prasad Santokhi. Dit bevestigde het staatshoofd eerder deze week. Santokhi geeft aan dat de minister klaarheid moet brengen in de onzuivere zaken die zich op het departement hebben voltrokken, door hem alle dossiers te sturen. Alle rapporten. Ik heb de minister van GBB gevraagd om alle dossiers te sturen. Wat zei ze, president? Ik teken hier, maar ik krijg dit dossier, ik krijg deze rapporten. Wat stuur die rapporten? Ik stuur ze allemaal naar de procureur-generaal, zoals ik de afgelopen dagen gedaan heb. Alle rapporten. Die valse informatie, onjuiste informatie, verkeerde informatie. PG gaat u onderzoeken. Alle personen, een keertje moet het ophangen. En al deze mensen moeten verantwoordelijk geroepen worden door hetzelfde recht wat ze overtreden. En hopelijk komt er eindelijk een keertje rust en een keertje zuiverheid en een keertje bescherming van onze burgers van het land. Santokhi benadrukte eerder ook dat derden met hun vingers van andermans perceel moeten afblijven. Eerder deze maand verscheen het nieuws in de media dat er onzuivere praktijken op het ministerie van GBB plaatsvinden, waar minister Dinota Forswijk de scepter zwaait.